een hele prettige dag. Dankjewel. Oh, Sam, ik zag gisteren op televisie een docu over mieren. Oh, bah. Ik was laatst met Mike aan het picknicken. Ze zaten overal. Ik werd er helemaal gek van. Nee, hallo. Maar mieren zijn geweldig. Ze zijn net zo oud als dinosauriërs. Ja, maar daar heb je dan geen last van tijdens een picknick. Fijne dag. Ze hebben één koningin. En die is de baas van de hele kolonie en over alle werksters. Oké, en wat doen die dan? Ja, die melken de luizen of zo. Oké, lekker belangrijk. En de mannetjes, wat doen die dan? Die zijn er alleen voor de voorplanting. Daarna gaan ze dood. Oké, gezellig. Dus lekker samen oud worden, dat zit er niet in. Tja. Waar gaat het over? Nou, meneer Hoogland, over mieren. Is zij gek op? Snapt u dat nou? Ja, moet u maar eens kijken naar zo'n rijtje mieren. Hoe ze samenwerken en hoe sterk ze zijn. Oh ja, joh. Ja, joh. Ze kunnen 50 keer hun eigen gewicht optillen. Boeien. Ik denk dat als de mensen het hier allemaal verpesten met hun oorlogen en hun uitlaatgassen, dat de mieren het overnemen. Nou, dat zou fantastisch zijn. Wat? Hoezo? Nou, ik zou wel een winkel willen hebben waar allemaal mieren zouden werken. Natuurlijk. Nou, mieren werken altijd goed samen. Mieren gaan nooit zomaar naar buiten om te roken en te roddelen. Ja. Ze komen nooit te laat. Nou ja, wij toch ook niet, meneer Hoogland. Samantha, vorige week nog 2 keer. Ja, maar dat was omdat mijn moeder ziek was. Ja, maar mieren hebben nooit een zieke moeder. En mieren hebben nooit een smoes. Mieren zijn ijzersterk en ze sjouwen alles zonder te morren. Nee, ik zou wel een winkel willen hebben waar allemaal mieren werken. Nou, maar echt gezellig wordt het dan niet. U kunt toch geen gesprek met een mier beginnen? Heerlijk. Een hele dag zonder dat gekwek van jullie. Ja, maar meneer Hoogland, als de mieren het overnemen, dan bent u ook weg. Dan is hier een hele grote mierenbaas. Ja, dat is wel zo. Nou ja, goed, dan zal ik het voorlopig maar met jullie moeten doen. Het is niet anders. Hallo. Mogen we weer aan het werk? Anders nemen de mieren het over. Goed idee, meiden. Nog 4 uurtjes, 23 minuutjes. En dan hebben we pauze. Tik hem aan. Dukkie. Kwaak, 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 kwaak. Kijk, dit bedoel ik. De hele dag. Kwaak, 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 kwaak. Word je gek van? Kwaak, 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 kwaak. Hallo. Geintje.